Broeders en zusters, Christus is verrezen. Alleluia. Zo weerklinkt het de hele paastijd door. En de Heer die verrezen is, heeft handen en voeten en hij laat ze ook zien aan zijn leerlingen. De verrijzenis van Christus betekent voor ons geloven en blijven geloven in een persoonlijke, levende God. Maar dat is niet vanzelfsprekend in onze tijd. Een persoonlijke God lijkt voor velen niet erg comfortabel. En toch is God slechts God als hij iemand is. Als een persoon is hij het fundament van het bestaan van de wereld en van mijn eigen bestaan. Al het overige werkt niet. Nochtans lopen veel mensen vandaag warm voor een goddelijke, anonieme kracht. Een lot, iets, maar zeker niet iemand. Liever een ongrijpbare sfeer of een oerkracht. En waarom je bij vele mensen deze houding vindt, daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Eén ervan is zeker om uzelf af te schermen voor een persoonlijke God. Want de persoonlijke God zou zich wel eens kunnen mengen in mijn leven en van mij persoonlijk iets concreets verwachten. En daarnaast is ons leven zo druk dat wij er als het ware verdoofd bij lopen en de lust verliezen om echt door te gaan op belangrijke, essentiële levensvragen. Want onze tijdsgeest is al lang tevreden met een gadget van de New Age of de mode van het moment, of blij dat men kan spreken en denken zoals alle anderen. En toch blijft de vraag: waarom is er kwaad in de wereld? Waarom, als er toch een persoonlijke God is die wij liefde noemen? En de tegenwerping hoor je ook. Als er een God zou bestaan, dan zou hij al dat kwaad zeker niet toelaten. En er zijn veel soorten kwaad. Fysisch, psychisch, maatschappelijk, biologisch en moreel. En al deze vormen van kwaad vormen een gigantisch probleem en belasten vele mensen dag na dag. Het kwaad is een monster en het is vindingrijk. De slechtheid in de mens, al dan niet in een kleine dosis, kan verpletterend zijn. Ook ongelovigen kunnen het kwaad verklaren zonder God. Je hebt daar God niet voor nodig. Fysisch kwaad volgt de wetten van de natuur en ook moreel kwaad valt grotendeels uit te leggen. Hoe vaak laten mensen zich niet leiden door hun animal brain in plaats van hun geweten te vormen en te volgen? De wet van de sterkste en van de jungle. Er schuilt duidelijk iets in ons hart van dat kwaad. Voor het kwaad heb je geen God nodig om het uit te leggen. Maar als we zeggen, ik geloof in een christelijke boodschap, in Jezus Christus, in een persoonlijke God, dan maakt je leven lastiger en moeilijker. Je blijft worstelen met de vraag naar zoveel lijden, een vraag die je zeker niet mag wegmoffelen. Want een onpersoonlijke God zal mijn leventje niet verstoren. Maar een persoonlijke God die echt iemand is, die jou kent, die jou bemint, die iets van u verlangt, dan kom je misschien als het kwaad u overkomt in de positie te staan van de man Job uit het Oude Testament, die revolteerde tegen God
die discussieerde, ruziede met hem. Het ongeloof dat er geen persoonlijke God zou bestaan, doodt in ons de diepe levensvragen van de mens. Ons antwoord op de vraag die blijft waarom God niets doet tegen het kwaad of het toelaat. Dat is uitkomen bij de persoon van Jezus Christus. Hij is ons antwoord. Want door mens te worden, heeft Gods Zoon heel ons mens zijn willen delen. Niet alleen de topmomenten van het leven, een geboorte, een doopsel, een huwelijk, maar ook de confrontatie met allerlei vormen van lijden en kwaad in het leven en de maatschappij van Jezus' dagen. Als God liefde is, speelt hij geen spelletjes. Hij neemt het lijden au sérieux en waar het kan, verdrijft hij het. Maar er is ooit een ketterij geweest in de kerkgeschiedenis, het docetisme. En die leerde dat Jezus niet echt heeft geleden, niet echt is gestorven en dat hij alleen maar deed alsof. Als God. De persoonlijke godheid van Jezus Christus, de verrezene, mengt zich wel degelijk in het leven van de Emmausgangers en van ons. De Heer mengt zich in hun gesprek. Hij verwacht iets van hen. Hij verklaart hen de schriften. En hij zegt eigenlijk, mannetjes, open nu toch een keer uw ogen. Zijn jullie nu blind voor alles wat het Oude Testament over de Christus, over de Messias heeft gezegd? En Jezus legt hen als een echte catechist heel het Oude Testament uit. Ik kan het mij een beetje inbeelden. Allee, Kleopas, denk toch een keer, wat staat er in Genesis 3, vers 15? Of wat zegt Psalm 22? En zet je dan Jesaja 53 vergeten over de lijdende dienaar? Als God liefde is, dan is dat nooit in een roesachtige sfeer die ons verdooft of die de zinnen streelt. Maar in de joods-christelijke openbaring gaat Gods liefde gepaard met pijn, lijden en opoffering. Dat heeft God op een unieke en ultieme wijze getoond in Jezus Christus. Zo lief heeft God de wereld gehad. Dat was zijn verlangen. Hij beminde de wereld om ons te redden. Daarom heeft hij zijn enige geboren zoon gezonden. Het is de Zoon die het offer brengt. Het is de Heilige Geest die het ons steeds weer in herinnering brengt. En daar moet het in de kerk over gaan. De Geest en de Zoon, zij brengen ons samen. Wij vieren een persoonlijke, liefdevolle God, Jezus Christus, die verrezen is. En rond Hem mogen wij draaien om antwoorden te vinden op al onze diepste levensvragen. Want je zal merken, hij is er ook de vervulling van. En zie, Jezus is levend in ons midden. Hij mengt zich in mijn leven. Hij bemint mij. Hij verwacht iets van mij. Hij breekt en geeft zichzelf voor mij. Opnieuw in de Eucharistie. Hij geeft zijn lichaam en zijn bloed, opdat wij zouden leven in hem. Alleluia. Amen.